9. Op de fiets. Papa gaat met Mark en Maartje fietsen. Ze gaan naar de polder. Picknicken. Ze staan klaar in de straat. Dicht bij me blijven. En goed uitkijken. Waarschuwt papa. Ja, dat weten ze wel. Handen aan het stuur. En daar gaan ze. De straat uit. Door het park. Langs de mooie molen. En daarna over het brede fietspad langs de vaart. En dat rare bruggetje. Een heel eind. Onderweg geeft papa steeds aanwijzingen. Bij me blijven. Let op, er komt een mevrouw aan. Pas op, een hond. Een auto. Er ligt een steen. Rechts rijden, aan de kant. Mark en Maatje kunnen al best goed fietsen. Maar papa is altijd zo ongerust. Zijn we de broodjes en de limonade niet vergeten? Roept papa plots. Nee, die zitten in de fietstas bij de paraplu, zegt Maatje trots. Oh, moet die plu nou altijd overal mee naartoe? Straks dan val je er nog door. Of dan komt die tussen je spaken, zegt papa een beetje zuur. Nee hoor, die plu die laten we nooit thuis, zegt Mark. Kijk uit, een steen. Ja, die zag ik wel. Eindelijk zijn ze in de polder. De fietsen zetten ze tegen een boom. In het gras drinken ze de limonade op en smullen ze van de broodjes. Het is net een echt feest. En dan wijst papa op de lucht. Zien jullie ook die donkere wolken? We krijgen vast straks een regenbui op onze kop. Kom op, we fietsen gauw naar huis. Ze pakken de spullen in en stappen op. Vader voorop. Maar verderop, midden op het fietspad, rood-wit geverfd, een paaltje. En papa ziet het niet. Maar Mark en Maartje wel. Pas op, papa, pas op. Maar het is al te laat. Met een reuze klap knalt papa tegen het paaltje. Zijn fiets kraakt. Hij valt om en gelukkig in het gras. Au, wie zet hier nou ook een paaltje? Schreeuwt papa. Hij heeft zelf alleen een geschaafde knie, maar zijn fiets, het voorwiel is helemaal krom. Nou, zo kan ik niet fietsen. We moeten naar huis gaan lopen. Brrr, wat een end, zegt hij al zuchtend. Maar wacht. Mark pakt de toverparaplu. Hij knoopt de plu aan het stuur van vaders fiets. Het voorwiel komt omhoog. Wel een raar gezicht, maar papa kan de fiets zo toch gebruiken. Hij fietst voorop en de kinderen erachter. Mensen blijven lang lachend staan kijken naar zo'n malle man op een zweeffiets. Onderweg roepen Mark en Maartje een beetje lachend naar papa. Pas op papa, een steen. Kijk uit papa, een hond. Oeh papa, een mevrouw. Rechts houden papa. Dicht bij ons blijven papa. Mark en Maartje hebben reuze pret. Papa niet. Die rijdt wel een beetje voor gek. De brug over, langs de vaart, voorbij de molen, door het park, de straat in, thuis. Wat kunnen kinderen goed fietsen? Papa's ook wel, maar die moeten toch beter op de paaltjes letten.